Ik ben Geert Batens, dirigent van jeugdband Dynamic en Dynamic Symphonic Band, allebei uit Dendermonde. We hebben een heel gevarieerd programma. Ik spreek nu even voor de Dynamic Symphonic Band, voor het grotere orkest. Een zeer gevarieerd programma over het jaar heen. Dus wij doen in het voorjaar meestal een musical moments. Dus dat is eigenlijk een concert dat volledig samengesteld is uit bekende musical fragmenten. Dus dat is eigenlijk ons musical programma waar wel heel veel belangstelling van het publiek voor is, ook omdat het zo toegankelijk is. Dan hebben we jaarlijks onze Gentse feesten. Dat zal dit jaar de 22e keer zijn, denk ik, dat we op Gentse feesten in Baafs spelen. Dat is een heel ander programma. Dat is zeer populair. Pop, rock, metal steekt erin, dus zeer gevarieerd. Maar niks origineel voor harmonieorkest. Dus dat hebben we dan ook wel in de aanbieding. Dat is meestal in het najaar, waar we dan de echte originele harmoniemuziek werken brengen. Werken van hedendaagse componisten, meer laat ons zeggen, tot maximum 25 jaar oud. Met allerlei situaties die voorkomen. Er wordt dikwijls gezongen. Er wordt op flesjes geblazen om bepaalde sferen te bekomen. Er wordt body percussion gedaan. Er wordt soms een oerwoud nagestreefd en allerlei zotte dingen. Maar het is wel het programma wat voor het orkest wat zij het liefste spelen, zal ik maar zeggen. Omdat het ook het meeste technische uitdaging biedt. Het orkest bevindt zich in de superieure afdeling, dat is de hoogst mogelijke afdeling voor harmonieorkesten in Vlaanderen. Dus dat impliceert meteen ook dat het niveau van die stukken zeer hoog ligt. Met de jeugdband hebben we een viertal optredens. En dat is zo, het repertoire varieert daarin ook heel sterk. Leren hen ook originele werken aan, maar ze doen ook musical en pop en rock soms. Nieuwe muzikanten melden zich meestal spontaan aan omdat ze horen van andere muzikanten dat er op hoog niveau gewerkt wordt. Ook mensen die komen luisteren, muzikanten die komen luisteren naar concerten, krijgen goesting om mee te spelen omdat het een leuk repertoire is, zeer gevarieerd repertoire. En ook niet onbelangrijk of heel belangrijk is de samenwerking met de academie in de alternatieve leercontext. Dat wil concreet zeggen dat de leerlingen die les volgen aan de academie binnen het orkest een groepsmuziceren mogen doen. Als anekdote kan ik wel iets aanhalen wat gebeurd is in Italië. We waren gaan vissen op sardintjes, 15 jaar terug denk ik, zoiets. We kwamen terug aan het hotel en we hadden wel een paar glaasjes op, mag ik wel zeggen. Dat was pure ambiance op dat bootje. Ik stond op het balkon van het hotel en mijn buurman kwam naast mij staan op zijn balkon met zijn instrument en die begon te blazen, die begon een liedje te spelen. Ik haalde mijn klarinet ook boven en binnen de 5 minuten stond het ganse hotel, al die balkonkamers stonden vol met muzikanten, allemaal hetzelfde liedje te spelen. En in de straat beneden gingen de mensen allemaal naar boven en bleven allemaal staan, te genieten van het concert. Het was om rond 5 uur denk ik, s'avonds. De dag nadien, om 5 uur, stond daar terug, ik weet niet hoeveel volk, om dat concert terug te horen, maar we hadden toen zelf een concert op een andere locatie, dus we hebben ze dan meegenomen naar die andere locatie en hebben ons concert daar gespeeld. Dat was wel een fijne, een leuke ervaring. In de toekomst zou ik met het grote orkest heel graag nog grote projecten doen. Wat we in het verleden al een paar keer gedaan hebben, we hebben een paar keer Carmina Burana gedaan, Queen Symphony gedaan. Hele grote projecten met groot koor, met solisten, met dans, met toneel, met spektakel, met lichtshow. Daar wil ik er nog heel veel van doen, zoveel mogelijk. Met het jongerenorkest hoop ik gewoon dat we dat orkest kunnen houden, want met jongeren weet je nooit als ze 18 en ouder worden of ze blijven. Dus ik hoop dat de groep van 40 nu kan aangroeien tot ook een heel mooie groep van 60, 70 muzikanten. En dat zou voor mij de mooiste beloning zijn.